Video. En gisteren was de dag dat ik weg ben gegaan uit Amsterdam, want daar kon ik eventjes een periode van 6 weken blijven doordat een vriend van me, die was even aan het reizen en dat was precies toen mijn ouders gingen verhuizen naar Giethoorn, dus ik kon dat echt perfect even opvullen, maar die is terug, dus ik ben daar weer weggegaan en de komende periode zal ik vooral tussen Renske en mijn ouders in Giethoorn een beetje heen en weer gaan. Niet echt optimaal, maar Renske en ik gaan over een maandje naar Thailand. En daarna zal ik gewoon volle bak gaan zoeken naar een huis om met andere vrienden te gaan wonen. Dus het is nog even improviseren, maar het is maar voor een tijdje. En de tweede live update van dit moment is dat mijn scriptie helemaal af is. Ik ga zo meteen naar school toe om in te leveren. Dus dat is wel echt super chill. Want dan heb ik de schoolperiode helemaal gehad. En als het goed is ben ik gewoon klaar met mijn studie. En dat betekent ook weer dat ik vanaf nu weer 2 video's per week ga uploaden. Op de woensdag en op de zondag. En voor de eerste maal vandaag ga ik een keer geen havermout maken. Maar wel iets wat er echt heel erg op lijkt. Namelijk Tef. En Tef is eigenlijk een soort van gezondere vorm van Brinta. Dus deze maak ik eigenlijk hetzelfde als havermout met een appeltje en misschien nog wat ander fruit. Kijk, en ik kan beloven dat het echt veel lekkerder is dan het er nu uitziet. Maar wat ik met havermout en Tef altijd doe tijdens droogtrainen, is wanneer het eigenlijk al klaar is, doe ik er gewoon wat water bij om het gewoon nog even wat dunner te maken. En zo krijg je gewoon met minder calorieën toe te voegen natuurlijk net even wat meer volume en dan vult het gewoon net even wat meer. Kijk, even mooi zo'n mapje laten inbinden en nu alleen nog inleveren. Daar gaat hij dan. Yes, is net de scriptie ingeleverd en ik moet zeggen, best wel goed gevoel over. Alleen zit hier nog één jongen, die is nu nog bezig om de scriptie af te maken. Hij heeft nog iets van een uurtje of zo. Maar gaat wel goed komen toch? Zeker weten. Ja. Kijk, en een pakketje is binnen. En niet dat ik die net heb neergelegd en toen weer naar buiten ging voor de video ofzo. Nee. Yes, het pakketje van mijn protein binnengekregen. Dus ik ga even laten zien wat er allemaal in zit. Kijk, en deze ben ik heel benieuwd naar. Dit zijn de nieuwe eiwitrepen van mijn protein. Ze heten de Carb Crushers. En ik hoorde van iedereen dat dit echt hun favorieten zijn. Dus ik heb de smaak helemaal nutflavor gekozen. Kijk, daar kan ik wel eventjes mee vooruit. Ik ga er gelijk eentje proeven. Oké, dat ziet er veelbelovend uit. Deze is echt wel lekker. Als je gewoon van chocola en noten en zo houdt, is het echt een aanrader. Verder had ik een shake baker. Daarnaast is deze ook wel super chill voor tijdens het droogtrainen. Dit is maïssyrup en dit is dus siroop of honingachtig iets zonder calorieën. En ik heb dan de smaak maple. En je had ook chocola en zo, maar deze leek me het lekkerst. En als je een keer yoghurt of pannenkoekjes hebt, kan je er gewoon overheen doen. En het heeft dus geen calorieën. Dus tijdens het droogtrainen super chill. Verder had ik nog 2 kledingstuks. En die was ik wel echt benieuwd naar. Dus eerst deze verpassen. Yes, en het eerste kledingstuk is een hoodie. Alleen zonder mouwen. En ik vind dit echt een heel erg dope model. Ik heb nog helemaal niet zoiets. En dit stofje is ook echt super chill, denk ik, om in te trainen. En ik draag overal een L in. En ik ben 1,85 meter. En ik draag overal een L in en ik ben 1,88 meter en zo'n 90 kilo. En heb ik nog 1 kledingstuk. De longsleeve performance shirt heette die, geloof ik. En deze zit ook echt super chill. Bij je handen kan je duimen er nog doorheen doen. Ook wel dope. En ja, net zoals met die hoodie, gewoon echt super chille kwaliteit. En jullie weten het, de link naar mijn protein staat in de beschrijving. En met de code JUNEFIT krijg je 20% korting op je hele bestelling. En de volgende video leek het me tof om weer een keer een Q&A te gaan doen. Dus heb je vragen persoonlijk of over fitness of voeding, laat het me weten in de comments. En dan zal ik die gaan behandelen de volgende video. En dan wil ik het nu gaan hebben over het topic van de video. Namelijk de grootste fouten die ik wel eens heb gezien bij mijn cliënten of die ik zelf heb gedaan
met droog trainen. En eentje daarvan is dat je te veel gaat focussen op gezond eten als je gaat droog trainen. Want het is best wel logisch dat je natuurlijk gezondere keuzes wilt maken, omdat je überhaupt gezonder wilt leven. Maar gezond eten betekent niet gelijk dat je gaat afvallen of dat je vet gaat verliezen. Dat zal altijd afhangen van of je ook minder gaat eten. Dingen zoals noten, avocado, olijfolie, die hebben allemaal best wel veel calorieën. Dus wanneer jij daar veel van gaat eten, dan is het wel gezond. Maar je zal alsnog niet gaan afvallen of zelfs aankomen. Dus focus niet te veel op alleen gezond eten, maar ook gewoon minder eten. Minder calorieën eten, meer calorieën verbranden. En daardoor zal je afvallen. En niet per se omdat je gezonder gaat eten. De volgende fout kom ik heel vaak tegen bij klanten van mij. En dat is dat je gewoon te agressief gaat cutten. Echt van 2500 calorieën opeens naar 1500 calorieën gaat. En natuurlijk val je heel snel af. Maar daardoor is ook de kans dat je spier verliest groter. En daarnaast zal je verbranding gewoon helemaal door de war raken. Want in het begin zal je snel gewicht verliezen. Maar op het moment wendt je lichaam gewoon aan die 1500 calorieën. Zal je niet meer afvallen. En dan komen die mensen gewoon vaak in de knoop. Omdat je niet nog minder kan gaan eten. En met die klanten moet ik dan altijd meerdere refeed-dagen doen. Om dat weer een beetje recht te trekken. Of gewoon helemaal een diet break doen. Om die verbranding weer wat omhoog te krijgen. Dus je kan het wel oplossen. Maar ik zou het in eerste instantie gewoon altijd proberen te voorkomen. Dan heb je het hele probleem niet. En dan weet je ook gewoon zeker dat je vooral vet verliest en wat vocht verliest. En dat je je spiermassa behoudt. De volgende fout is dat mensen vaak te veel gaan focussen op cardio. En cardio kan heel goed worden ingezet om wat meer te verbranden. Zodat je makkelijker afvalt. Maar cardio verbrandt niet direct vet ofzo. Dus het enige wat het doet is meer verbranden. Zodat je makkelijker in een calorie tekort komt. En wat krachttraining doet wat cardio niet kan. Is dat je verbranding in het algemeen wat hoger gaat. Want wanneer jij spiermassa opbouwt. Zal je door dat extra spiermassa ook weer meer gaan verbranden. Daardoor kan ik elke zomer makkelijker droog trainen. Omdat ik gewoon elke winter wat spiermassa heb opgebouwd. En daardoor gewoon in het algemeen meer gaan verbranden. En daarnaast verbrand je bij krachttraining ook meer in het herstel. Dus de paar dagen daarna. Dus wissel krachttraining en cardio een beetje af. Want het heeft allebei zijn voordelen. En net zei ik dus dat je niet alleen moet focussen op gezond eten. Maar ook op minder eten. Maar daarnaast wil ik ook zeggen dat je niet alleen maar moet focussen op de calorieën en op de macro's. Oftewel de eiwitten en zo. Want je kan wel afvallen met alleen maar Ben & Jerry, chocola en weet ik het allemaal wat. Zolang jij je calorieën en macro doelen haalt. Maar het wil niet zeggen dat je dan het beste gaat voelen. En dat het goed is voor je gezondheid. En daarnaast denk ik dat het ook echt veel makkelijker is. Als je ook een groot deel van het eten gezond eet. Omdat je gewoon meer vezels binnenkrijgt. Wat weer verlangen zal vullen. Je hebt meer energie. En daardoor wordt het hele droogtrainproces gewoon makkelijker. Dus focus niet alleen maar op dat if it fits your macros. Maar probeer ook gewoon het grootste deel gezond te eten. En wat ik ook nog veel tegenkom. Is dat best wel veel mensen nog steeds heel erg bezig zijn. Met koolhydraatarm eten. En dat is niet per se slecht. Alleen ik ben zelf gewoon een voorstander van juist veel koolhydraten eten tijdens het droogtrainen. En iets minder vetten bijvoorbeeld. Omdat het gewoon lang kan vullen, veel energie kan geven tijdens trainingen. En er is wel een reden voor dat mensen denken dat koolhydraten ontwijken tijdens het eten kan helpen met afvallen. En dat is vooral omdat koolhydraten er ook voor zorgen dat je wat meer vocht vasthoudt, wat meer glycogeen in je spieren vasthoudt. Dus wanneer jij minder koolhydraten gaat eten, zal je misschien ook wel sneller gewicht verliezen. Maar dat betekent niet dat je meer vet verliest. Dus als jij graag minder koolhydraten wil eten, dan kan dat. Maar zelf zou ik altijd aanraden om die juist ietsjes hoog te houden en bijvoorbeeld eerder je vetten wat af te bouwen. En de laatste fout met droog trainen is dat mensen heel vaak hun hele trainingen gaan omgooien wanneer ze gaan droog trainen. In het begin trainen ze vaak tussen de 3 en 10 herhalingen. Wat meer op kracht, wat meer op spiergroei. En wanneer ze gaan droog trainen, doen ze opeens 15 herhalingen of 20 of nog meer. Omdat ze dan denken meer te gaan verbranden. Alleen dat is misschien ook wel zo. Maar het nadeel daarvan is dat je niet meer echt traint op spiergroei of op het behouden van kracht. Dus daardoor is de kans ook groter dat je spier gaat verliezen. Dus je kan ook wat cardio of HIIT training altijd gaan doen. Maar ik zou ook altijd die basis blijven houden dat je juist tussen die 3 en 10 herhalingen blijft trainen. Om zoveel mogelijk kracht en spiermassa te behouden. En dan kan je daarna nog wat HIIT training doen of hogere herhalingen gaan doen of cardio. Maar zorg gewoon dat je die basis altijd erin blijft houden. En dat waren eigenlijk wel alle fouten met droog trainen. En dan wil ik hierbij ook gelijk de video gaan afsluiten. Want ik heb geen school meer. Dus waarschijnlijk ga ik vanavond uit met vrienden. En gewoon even genieten van vrije tijd. Dus vond je deze video nou leuk? Vergeet dan niet even een like achter te laten. Stel ook je vraag in de comments voor de Q&A de volgende video. En dan zie ik je in de volgende.